klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Krabben vangen. Er moet water in die gracht rond het kasteel. Mama? Mama? Mag ik wat water gaan halen voor mijn kasteel? Tuurlijk, mijn konijntje. Maar ga niet te diep, oké? Oké, mama. Huh? Hé, hey, een krab. Hé, wacht even, kleintje. Ik kan je zien, klein krabje. Hé, jij wou me knijpen. Hé, jij mag mijn krabben niet vangen. Dit is mijn plas. Wat een onzin. Ten eerste, het is niet jouw plas. Het is wel mijn plas. En jij weet niet eens hoe je een krab moet vangen. Maar jawel, zullen we weten dat ik wel een krab kan vangen? Wel, zullen we zeggen dat wie een krab kan vangen, de plas krijgt. Dat is goed. Oké. Kom hier, klein krabje. Daar ben je. Ik ga je vangen. Hey, sst. Ha, daar. En? Ja, ik ben de winnaar. Het is mijn plas. Je hebt gewonnen omdat... Want wel, die van mij was veel sneller. Wel, ik vind je een slechte verliezer. Huh? Dat is niet waar. Ja, een plas voor mij alleen. En deze is veel groter en alleen van mij. Ik ben de koning van de plas. Wauw, wat is dat? Zo grappig. Het zijn precies kleine krinkers in mijn plas. Dat is onzin. Dat zijn alikruikjes, slakjes die leven in de zee. Dat weet ik, omdat die plas ook van mij is. Oh nee, ik zeg hem eerst, dus stop er maar mee. Waarvoor zullen we wedden dat het mijn plas is? Oké. Wie het meeste alikruikjes plukt, is de koning van deze plas. Of koningin. Oké. Hey! Je bent te laat! Oké, instellen. 3, 4, 5. Ik heb er 10! Wel, ik heb er ook 10! Het is gelijk spel. Oh? Tada! En 11 kruikjes voor mij! Ik heb gewonnen! Het is mijn plas! Ja, oké, goed zo. Maar dan staan we gelijk. Ja, oké, wel. De eerste die de zee raakt, die wint... Die wint het hele strand. Oké, dat is goed. Maak je klaar. 1, 2, 3 en... En start! Hey, dat is vals spelen. Je had een voorsprong. Tijd voor superkanen! Ik ga het strand winnen. Dat is niet eerlijk. Ik ben gevallen. Heb je pijn aan je knieën? Ja, een beetje. En er hangt zand op. Ik heb een supertechniek voor nat zand. Ik ben zo terug. Ik ga wat water op je knieën gieten, oké? Oké. Dus hier en daar. Oh, het zand is eraf. Oh, dank je. Je bent eigenlijk heel erg lief. Bedankt. Kunnen we dan vrienden zijn? Tuurlijk, ja. Maar de eerste aan de zee... Die wint! Hey Simon, wil je een ijsje, mijn konijntje? Oh ja, en mag mijn nieuwe vriendin er ook een? Oh, eigenlijk, hoe heet je?
Mijn naam is Marie. En jij? Mijn naam is Simon. Nog een aliekrijtjesrace? Oké, dat doen we. Kom aan, jongens. Hey iedereen, kijk. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee. Tomaten? Jij bent hem, Simon. Jongens, nog 5 minuten en dan naar bed. Oké, Omi. Ik ga je vangen, Gaspar. Je vangt me nooit. Superkonijn, gaat je vangen. Voorzichtig met de groenten in de tuin, jongens. Ja, tuurlijk, Oppie. Groene tomaten en jakkes, dat is vies. Het zijn precies reuze kuttels. Gaspar, Simon, pas goed op bij de tomaten. Oh, nee. Oh, dit is niet goed. Het is in orde. Kippie, Gaspar, jij bent hem. Je vangt me toch niet, Gaspar. Voorzichtig, Simon. Heb je je pijn gedaan? Gaat het? Ja, ik ben oké, Appie. Hé, uw tomaten zijn heel raar. Ja, inderdaad, ze zijn allemaal groen. Tja, dat komt omdat de elf die de tomaten verft er nog niet is. Maar hij komt er wel aan. Een elf? Wanneer de tomaten groeien, komt er een elfje om ze allemaal rood te verven. Dat is zijn job. En hoe doet hij dat? Wel, als je nu naar bed gaat, vertel ik het verhaal. Snel, Gaspar, naar bed! Snel, snel! Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, Oppie! De elf woont in de aarde, onder de tomaten. Maar hoezo in de aarde? Waar de aardappelen groeien? Nee, wacht maar even, oké? De elf heeft een grote pot in zijn huis. En met zijn penseeltje verzamelt hij stukjes van de zon die hij in de pot steekt. En zo maakt hij de tomaten rood. Heeft u de elf al eens gezien? Nee, niemand heeft hem ooit gezien. Want hij werkt alleen 's nachts wanneer kleine konijntjes slapen. En trouwens, het is tijd om het licht uit te doen. Slaap wel, kinderen. Slaap wel, Oppie. Hey, Gaspar, geloof je in het verhaal van die elf? Die elf is zeker echt. Dat denk ik toch wel. Maar ik wil er zeker van zijn. We gaan nu naar de tomaten. Oh ja! Pak je deken. We moeten buiten slapen. Kom, onder de tafel. Ja. Goed, nu kunnen we hem zeker niet missen. Ja, dit is de beste plek. Hé, kijk daar! De elf! Maar dat is wel een kikker, Simon. Waarom komt de elf niet, Simon? Ik weet het! We moeten doen alsof we slapen. Anders komt de elf niet. Oh ja, je hebt gelijk. Psst, Gaspar, heb je al iets gezien? Oh, nee, ik heb niks gezien, hoor. Oh, wat is dat, Simon? Ah, het is maar een uil. Ik ben bang, Simon. Kom aan, je bent toch niet bang voor een uiltje? Jawel, uilen kunnen best eng zijn. Sst, oké, anders zal de elf nooit komen. Kom, we verstoppen ons. Gaspar, blijf toch wakker. Oh, we mogen niet slapen. Goedemorgen, kleine konijntjes. Oh, de tomaten zijn rood geworden. Oh nee, de elf gemist. Misschien bestaat hij niet eens. En toch ben ik zeker dat ik de elf heb gehoord. Omi, Oppie, sliepen jullie ook buiten? Jullie dachten toch niet dat ik jullie alleen buiten zou laten slapen? Hé,
Oppie, er zijn nog veel groene tomaten over. Tuurlijk, hij kon ze niet allemaal op één nacht schilderen. Hé, hey, kijk! Oh, de pot van de elf. Wauw! Zie je wel dat de elf echt bestaat? Ja, natuurlijk. De tomaten hebben zichzelf niet rood gemaakt. Laten we het huis van de elf gaan zoeken. Ja! Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! We gaan kamperen. Ja, oké. We gaan racen. En, zien jullie het zitten, kamperen? Oh ja! Ja! Ben je klaar, Gaspar? 5, 4, 3, 2, 1 en start! Hé, hey, wacht op mij, Simon. Wauw, kamperen is echt geweldig. Uh-oh. Ik heb gewonnen. Oh, hé, hey, kijk, Gaspar. Vind je dit grappig? Wacht maar even, Simon. Hé, hey, wacht op mij. Ik wil ook springen op de matras. Pas maar op, jongens. We gaan sneller. Goed, kinderen. Willen jullie hout gaan zoeken voor de barbecue? Ja! Ja. Ja. Kom je mee, Gaspar? Oh ja, ik kom! Maar niet te ver weggaan, hè? Oké, papa! Oké, Gaspar. Wie het meeste hout kan vinden, is de kampioen van... wacht even denken. De kampioen van de houtblokken! Oh ja, de kampioen van de houtblokken! Zo. Dat zal wel genoeg zijn. Gaspar, kom je mee? Hé, hey, kijk, Simon, papa gaat zo blij zijn. Ik heb veel. Dus, wie is de kampioen van hardblokken? Huh? Is daar iemand? Hé, hey, wie is dat? Ik weet het niet, Gaspar. Hallo? Kijk daar, hij is het. Hé, hey, het is een vogeltje die koekoek zegt. Hallo daar, vogeltje. Hé, hey, wacht op mij, Simon. Kijk, de hotdogs zijn bijna klaar. Yay! Hotdogs. Ik vind hotdogs zo lekker. Ik wil er 2. Oh ja. Ik vind hotdogs nog lekkerder. Ik wil er 12. Maar Gaspar, dat is onmogelijk. Huh? En waarom maak je er geen 12? Omdat je buik heel klein is. Ik heb een zak chips. Wie wil er een beetje? Ik. Oké. Okay. Oh, alsjeblieft. Wauw. Dat wil ik ook doen. Wow. Wat was dat? Het is niet zo'n bang voor te zijn. Oh, misschien was het een eekhoorn. Of misschien een wasbeer. Een wasbeer. Een wasbeer. Denk je dat echt, Simon? Zullen we eens gaan kijken? Oh ja, hij is daar ergens. Kom aan. Snel. Dan heb je dit nodig. Oh, wauw. Mag ik hem vasthouden? Alsjeblieft. Hij is van jou, Simon. Oh. Hey, komen jullie nog? Deze kant op. Misschien was het echt wel een wasbeer. Of stel je voor dat het een vos is. Oh, een vos. Snel. Oh, het zou ook wel eens een wild zwijn kunnen zijn. Een wild zwijn. Denk je, Simon? Natuurlijk. In het bos zijn er heel veel wilde zwijnen. Een wild zwijn. Waar is het? Hey,
dat klinkt als een kikker. Kijk, daar is hij. Dat zal onze vriend wel zijn. Dat zou wel eens kunnen. Oh. Wat zijn al die lichtjes? Dat zijn vuurvliegjes, Simon. Wauw. Wow. Ze zijn prachtig. Kijk, ze vliegen. Kijk daar eens. De dieren. Wauw. Dat zijn alle dieren. Wauw. Wow, dat is een wasbeer. Een vos. En zelfs een wild zwijn. Ik had gelijk over alle dieren. Slaap wel, vogeltje. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Een avond in de boomhut. Vroom, vroom, vroom. Kinderen, het is tijd voor bed. Oh, nee. Papa, mogen we in de boomhut slapen? Oh, ja, ja. Slapen in de boomhut. Nee, jongens. Ga maar binnen slapen. Jullie bedje is veel zachter. Niet eerlijk. Kom aan, naar binnen. Dat is niet leuk. Maar mama, waarom mogen we niet in de boomhut slapen? Simon, de boomhut is om in te spelen, niet om in te slapen. Slaap wel. Maar de boomhut met een paar kussens is het net een groot bed. En met mijn deken wordt het super. Simon, alles oké? Wat doe je daar op de vloer, Simon? Ik ben gewoon uit mijn bed gevallen. Oké, ik zal je even helpen. Oké, slaap wel, konijntje. Slaap wel. Droom zacht. Jaspar, kom je mee? Kom aan, Jaspar. Wakker worden. Ik ben het, Jaspar. Oh, wat doe jij hier, Simon? Kom, we gaan in de boom in slapen. Oh ja, super. Kom aan, snel. En maak geen lawaai. Ja, ja, oké. Hey, stil zijn, oké? Mama en papa mogen ons niet horen. Oh ja, ja. Sst. Kom aan, kom mee, Jaspar. Wat is dat? Wat is er daar aan de hand? Ben jij dat, Sipje? Oh, nee. Snel, Gaspar, verstop je. Kom aan, snel, snel. Verstop je in mijn bed. Kom aan, snel. Verstop je, snel. Oké, ze is weg. Hé, hey, kom je mee, Gaspar? Jaspar? Hé, hey, Jaspar! Wel, kom je nog mee of niet? Ga je naar de boomhut, Simon? Ja, ja, volg me maar. Oh ja, naar de hut. Voorzichtig, Jaspar. Papa en mama zitten daar. Maak geen enkel geluid. Hé, hey, wat is er, Sipje? Bijna betrapt. Oh, Sipje, wil je naar buiten? Ga maar. Simon? Kom. Simon, ben je hier? Ik heb het me ingebeeld.
Ik ga thee maken. Wil jij ook thee? Oh ja, graag. Gaspar, Gaspar, word wakker. Oh nee. Gaspar? Hé, wat doe jij hier nu? Eva, kijk eens wat ik in de keuken heb gevonden. Huh? Wat is er aan de hand? Oh. Kijk wie hier in de keuken aan het slapen was. Zo raar. Hoe is hij daar in slaap gevallen? Ik heb echt absoluut geen idee. Kom, we leggen hem terug in bed. Oh? Simon? Maar konijntje, jij ook al? Wat doe jij hier? Slapen, boomhut. Oh, waarom accep je wel in de boomhut slapen? Hé, hey, dat is niet eerlijk. Hey, iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! Mijn grote neef! Benji is onderweg! Woehoe! Benji, Benji! Yay, Benji! Simon, Gaspar, ik weet dat jullie grote neef komt. Mama is hem gaan halen, maar rustig. Wij zijn het, ik ben er. Benji! Yay! Benji! Woehoe! Joepie! Dag, neefjes. Jongens, laat je neefje toch ademen. Hé, hey, wil je eens zien wat ik kan? Ja, heel graag. Wauw, je bent geweldig, Benji. Oh ja? Dan moet je dit eens zien. Wie is de kampioen? Wel, jij bent de oudste, dus daarom ben je de kampioen. Zullen we voetballen? Ja, ja, voetbal! Hé, hey, Gaspar, jij staat keeper. Wat? Oh nee, ik ben nooit de keeper. Spijtig, want ik denk dat jij dat heel goed kan. Oh ja? Wel, oké dan. Woehoe! Ik ben superkeeper. Yay! Hé, hey, waar is de goal? Kijk, ik maak het hier. Huh, en spelen maar! Spelen! Kom aan, spelen! Aanvallen! Gaspar, je moet in het doel blijven. Ha, voya, Simon! Huh. Ja! Pas op, Gaspar. Superpas. Ja! Hé, hebben jullie die superpas gezien? Ja, maar Simon, de bal zit vast in de boom. Oh, nee. Hé, hey, wacht. Ik weet wat we kunnen doen. Je hebt het verpest. We gaan de bal losmaken door er dennenappels naar te gooien. Wauw. Auw. Hé, voorzichtig, Gaspar. Oh, sorry, Simon. Pas op. Ja, het is gelukt. Hé, Benji, spelen we verder? Ja, spelen. Nee, nee, ik wil liever lezen nu. Oh. Huh? Oké, dan. Gaspar. Kito, 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 kito. Hé, stop daar eens mee. Ik kan niet lezen. Sst, Gaspar. Wees toch eens stil. Ah ja? Ik ga verder spelen. Spelen jullie mee? Gaan we nu spelen? Hé? Oh, super. Wil je samen met me knikkeren? Nee, nee. Nog niet. Want ik moet ze eerst tellen. En sorteren. Kijk eens, dat is mijn super universum. Hij is echt heel mooi. En dat is mijn goudklompje. Hey, Sipje, die is echt heel cool. Wil je meespelen? Ik kan je zien, Sipje. En dat is een megakosmos. Die is echt heel zeldzaam. Pas op, Sipje. Oh nee, mijn knikkers. Wees toch wat voorzichtig, Gaspar.
Sorry, Benji. Oh, nee. Nu moet ik opnieuw beginnen. Goed. Dus, universum, goudklompje... En kijk, dat is mijn vuurvliegje. Ja, we zijn klaar. Kunnen we nu niet spelen? Hé, hey, stop, Simon. Eerst moet ik nog een tweede zak knikkers sorteren. Dus, waar ga ik deze leggen? Ik ga met Jaspar spelen. Kom je mee? Nee, ik ben nog niet klaar. En trouwens, ik ben geen kindje meer. Ik kan niet altijd spelen. Wel, dat is spijtig. Sipje! Sipje! Pas op, hier kom ik! Ik ga je vangen! Een geest! Dus deze past tussen de kosmos en... Wacht, het is geen geest! Ik ben het! Ik was geschrokken, Simon. Hé, een geestenspel? Mag ik meedoen? Dan zijn het Jaspar en ik tegen jou en Sipje. Pas op, de geest komt eraan. Je vangt ons toch niet. Pas op, de geest gaat je vangen. Oh. Gevangen, Simon. Huh? Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Pyjama feestje bij Ferdinand. Ik ga slapen bij Ferdinand. En ik ga naar Omi en Opie. Dus mijn pyjama en tandenborstel. Wat moet ik nog meenemen? Oh ja, ik weet het. Mijn raket. Die moet ik echt meenemen. Oh, een raket. Dat is zo cool. En mijn tyrannosaurus moet ook mee. Wauw, de tyrannosaurus is ook cool. Simon, ben je klaar? We vertrekken. Ja, mama. Ik kom eraan. Ik zal buiten op je wachten. Hey, ja, Ferdinand! Hallo. Ferdinand kon niet wachten tot Simon er was. Hé, hey, kom mee, Simon. Dan toon ik waar je gaat slapen. Oh, ja, wacht even. Ik heb mijn mama nog een kusje gegeven. Oké, maar haast je. Mama! Amuseer je, konijntje. Hé, hey, kijk, Simon. Je gaat in mijn kamer slapen. Het wordt echt super. Oh. Ja, en ik heb heel veel speelgoed bij. Kijk. Oh, maar, waar is mijn speelgoed? Ik had het toch ingepakt? Oh, geen probleem, Simon. Ik heb heel veel speelgoed. Kijk. Wauw. Heel veel dino's. Je hebt er echt zo superveel. Nee maar. Ja, ik word een vreselijke tyrannosaurus. Rawr. Oh, oké, ja. Ik neem de heel veel tantosaurus. Rawr, 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 rawr. Kinderen, we gaan eten. Oké, mama, we komen. Heb je geen honger, Simon? Vind je het niet lekker misschien? Ik ken dit niet. We hebben thuis nog nooit groene puree gegeten. Kom aan, probeer het maar eens. Mijn mama maakt de beste broccoli puree ter wereld. Kijk eens, Simon. Eerst maak je er een kuil in. Zo dus. En dan gieten we daar saus in om een vulkaan te maken. Wauw. Echt een vulkaan? Mag ik wat lava in mijn vulkaan, alsjeblieft? Ja, tuurlijk, Simon. Alsjeblieft. Oh, super. Dank u. Oh, dit is zo lekker. Daar ben ik blij om, Simon. Dit was de eerste keer dat ik een vulkaan heb gegeten. Heerlijk. Kom aan, jongens. Tijd om naar bed te gaan. Oké, mama. Hop, hop. Spoel je mond uit en dan gaan we naar bed. Oké, mama. Heb je een knuffel bij je, Simon?
Oh nee, ik ben een grote jongen. Ik heb geen knuffel nodig. Kom, naar mijn slaapkamer. Ja, mijn pizza trampoline. Ik ga nu het licht uitdoen, jongens. Slaap wel. Slaap wel. Hé, hey, slaap wel, Simon. Dank je, Ferdinand. Jij ook. Ferdinand, slaap je al? Nee, en jij? Nee, ik hoor allemaal rare geluiden, alsof er iets in de tuin zit. Oh, denk je dat het een monster is? Oh, Ferdinand, monsters bestaan toch niet? Oh, toch wel. Ik hoor dat er soms monsters in je tuin wonen. Echt waar? Oh ja, zeker van. Maar waarom in de tuin? Monsters houden van tuinen. Dat weet toch iedereen? Wat was dat? Nu ga ik niet kunnen slapen. Oh, ik heb een idee, Ferdinand. We kunnen een kasteel bouwen. Zo zijn we superveilig. Oh, ja! Het is af! En nu zijn we superveilig. Hé, zou het monster er nog zijn? Oh, dat is maar een nachtuil. En een kikker. Hé, hey, Ferdinand, spelen we dinosaurusje? Oh ja, super. Ja, ja, aanvallen. Ik ben sterker. Jongens, tijd voor ontbijt.